Knillis wordt onthuld. Knillis is een beeld dat is met de carnaval, staat dat hier op de markt. Aan het einde van de carnaval wordt dat symbolisch verbrand. Daar zijn we nu op aan het wachten, dat wordt onthuld. Het carnaval is eindelijk begonnen. Dus we mogen nu pas een biertje drinken. En wat betekent carnaval voor u? Geweldig feestje. Geweldig. Nou, gaan we feest vieren, hè, nu. Dus heel veel mensen beginnen al dagen van tevoren te drinken en te doen. En ik trek zondagmorgen pas mijn kilo aan. Want dan begint het pas. Als je mee bent grootgebracht, dan is dat een stukje van de cultuur van Brabant. En voor mij is het dat. Ja. Eindelijk iets tegen de winterdepressie. Even gek doen in een tijd dat iedereen een beetje somber is. Oh, wat is het leuk. Zien er allemaal zo mooi uit. Recessie, zeggen ze dan. En de gezelligheid staat boven alles natuurlijk hier zo. En het ligt niet aan, iedereen denkt van carnaval is alleen maar drinken, drinken, drinken. Nee, gezelligheid, dat is het belangrijkste. En lekker een biertje erbij, dat is nog belangrijker. Wij zijn de Oetels, de kikkers, zoals ze dat in Den Bosch noemen. Wij zitten in een karretje van de achtbaan. En wij zijn met 28 man. Dus we hebben ook een formatie dat we met z'n allen achter elkaar gaan. Dan doen we de achtbaan na. En kan dat even geregeld worden? Welkom in hoogheid. Welkom in ons prachtige brokjuweel. Oelusmarant, het schoonste flesje hier in de aarde. De mooiste Europa. Hoogheid, we hebben genoten van een vergeefs mooie intocht. Ik zag zelfs aan het begin van de intocht een prinses voorbij komen. En die was...